In het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen werden de Mountainbike Awards voor beste mountainbiker van Nederland uitgereikt. Naast Rudy van Houts, Laura Terpijn, Anne Terpstra en Anneke Beerte viel ook Henk-Jaap Moorlaag van het Rabobank Giant Offroad Team in de prijzen. Hij werd mountainbike talent van het jaar 2011. Henk-Jaap Moorlaag, winnaar van de Mountainbike Award Talent 2011. Weer een mooie prijs erbij. Ja, het is wel een soort eerbetoon voor wat ik heb gedaan dit jaar. Dus nou, het is altijd lekker om zo'n prijs te winnen. Wat, als we even terugblikken naar het seizoen, wat waren dan je hoogtepunten? Maar voor mezelf was het hoogtepunt wel de halve nominatie in Val d'Isère, 16e plek in de Wereldbeker. Dat is toch een soort bevestiging dat ik het wel kan bij de elite ook. En de derde plek op de EK, of WK en tweede op de EK, dat waren toch ook heel mooie resultaten. En dat zijn gewoon de beste resultaten die ik heb gehad. Het is opvallend dat je dit jaar bij de grote kampioenschappen heel goed gepresteerd hebt. Is dat een gevolg van dat je wat beter met druk om kunt gaan? Ook, maar ik heb het jaar ervoor, in 2010, heb ik gekozen om een constant jaar te hebben. En nu heb ik voor gekozen om echt een jaar te hebben met pieken. En er waren ook dalen bij, alleen de pieken die maken natuurlijk wel die laten een dal weer vergeten. Dus ik heb een ervaring ook. Ervaring telt ook heel erg mee. Kijken we naar volgend jaar. Ik neem aan dat de nadruk ligt op proberen te halen van die tweede halve nominatie voor de Olympische Spelen. Ja, vooral daar gaat het seizoen uit om de Olympische Spelen. Het is natuurlijk wel het hoogst haalbare voor een sporter. Maar ja, voor mij gaat het niet alleen maar om de Olympische Spelen. Ik probeer ook weer op andere wedstrijden goed te zijn om het te laten zien. En resultaten al en mezelf laten zien. Natuurlijk draai je het meest om de Olympische Spelen. Maar het moet niet echt dat ik alleen maar daaraan denk. En als dat ik niet haal, dan is het hele seizoen verpest. Zo moet ik ook niet denken, vind ik zelf. Nee, dus je ziet het wat meer in het licht van de hele, van je hele toekomst. Ja, eigenlijk zo. Ja. Ik ben ook nog laatst jaar is onder 23. Ik ben nog steeds 22 volgend jaar. En het is natuurlijk wel moeilijk om nog altijd de Olympische Spelen te halen. Dat lukt niet veel rechts van mijn leeftijd. Dus ja, het is gewoon moeilijk, maar het zal zo mooi zijn als het lukt. Het zal echt heel mooi zijn.